Dumbetreten wordt mede mogelijk gemaakt door de Asus Zenfone 3. Welkom bij Dumbetreten 93. Hey! Nou, Igmar kent iedereen, maar wie ben jij eigenlijk? Ik ben Joep. Maar we kennen ze natuurlijk van Slam FM. Ja. Oh ja. Bij Igmar. Het is eigenlijk Slam. Het is Slam. Ja. We kennen ze natuurlijk van Slam. Maar, en we natuurlijk nu uitgenodigd omdat jullie vorige week die geweldige parodie hadden op vloggers. Vond je hem leuk? Ik vond hem hartstikke leuk. Ja? Geef duimpje dan! Hey, goeiedag! Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog! Superleuk! Anne Frank had vlogger moeten worden. Dat had vet geweest. Als we niet een dagboek van Anne Frank hadden gehad, maar gewoon vlog 193. Ja. Huisbezoek gaat fout. Ja. En dan iedereen na een paar afleveringen zei ik over het decor. Weet je. Ja, veranderen het decor. Ja, godverdomme. Je kan meer succes hebben met je vlog, Anne Frank, als je ook eens naar buiten gaat. Dus geef een duimpje omhoog! Ik denk dat het echt gewoon dat het hele filmpje gaat over het feit dat ze niet zo heel veel aan heeft. Ik vind dat je dit ook gewoon in Brabant ziet. Ja, dat klopt. Jullie hebben carnaval gevierd, 3 dagen lang, hè? Maar vertel, hoe is dat ook dit? Maar dan met ja, hele maar grote... dan nog slechter, nog fouter en nog sletteriger. Maar echt? Ja, sletteriger dan dit? Ja. Heb je zo weinig kleren aan, doe je wel schemeschermen zo. Heeft ze nou gewoon secondlijm op de tieten gesmeerd en dan heel veel glitters eroverheen of zo? Dat is echt kut. Je kan met haar dus ook niet vreemd gaan. Want dan kom je thuis en zit je onder de glitters. Ja. Als ik ooit naar carnaval ga, dan ga ik denk ik als Igmar van Slam. Ja, ja. Want dan heb je wel echt, als je de deur van het café open doet, gewoon een soort tsunami van poesievocht. Ja. Dat is Igmar van Slam. Ja. En daarom vier ik dus carnaval. Ja, precies. Johnny Quint in blackface, wat een goed idee. Oh, ja. Die gast daarachter heeft zijn telefoon alleen maar schuin naar beneden. Die zit inderdaad alleen maar reten te filmen. Ja. En terecht. Ik heb echt onmetelijk respect voor vrouwen die zoveel kunnen presteren op zulke hakken. Maar waarom doen jullie het toch? 3 reten. Ik vind dat het te weinig gebeurt. 2 reten. Ik vind een maandverband besprinkelen met glitters een hele goede nieuwe modetrend voor deze zomer. 4 reten. Top. Carnaval in Nederland. Zie je ook gelijk het verschil, hè? Gelijk het verschil. Ja. Ik vind het wel een beetje mosterd naar de maaltijd met wat we net hebben gezien. Waarom? Nou, net zie je een lekker wijf met alleen een hakken aan en verder gewoon helemaal niks. En nu is die een of andere dronken Brabo met een baby in zijn nek. Ik geef 1 reet. Als Hitler geen Joden maar Brabanders had vermoord, hadden we er veel minder moeilijk over gedaan. 4 reten. Ja. Het is wel grappig dat hij zichzelf echt zo'n klapje geeft en dan een slokje bier. Hij heeft er goed over nagedacht. Leuke pet ook. 4 reten. Ja, ik ga hier overheen. Nederlands carnaval. De hele dag zo hangen met je hoofd en dan wachten tot iemand gaat filmen. 5 reten. Zeg maar, als je kleine biggetjes doormidden snijdt, dan hoor je dit ook altijd. Heb je daar ervaring mee? Ja. Oké. Okay. Wat zeg jij nou? Maar wat, sorry, hebben ze nou een Syrisch gezin opgesloten of zijn het echt winkeldieven? Want dit kan alle kanten op dit. Ja, zonder context is dit best wel een heftig filmpje namelijk. Maar ze heeft dus iets gestolen, daarna wordt ze opgesloten en gaat ze zo gillen, hysterisch lopen gillen. Ja. Wauw. Misschien heeft ze wel heel erg claustrofobie. Ontzettend leuke expression art van Halina Rijn. Leuk. 4 reten. Ik vind het wel goed dat ze een afvalscheiding doen daar. 5 reten voor afvalscheiding. Ik denk dat ik niet eerder het partijprogramma van VNL zo helder heb horen uitleggen. 4 reten. Mag de stagiair in beeld? Ja, voor mij wel. Ja. Ik weet niet of ze... Oh, daarachter zit je helemaal. Ze liep 1 week stage bij ons en toen waren de reaguurders er al achter gekomen hoe ze heette voor- en achternaam. Dus onze reaguurders weten wie ze is? Ja. Dan moet ze even in beeld. Ja. Stagiair van Slam. Julie. Hebben we dat vaker als er een camera op je gericht wordt dat allemaal mannen gaan klappen? Ik geef het 3 reten. Want ik vond het best wel een heftig filmpje. En het deed wat met me. Ik voelde haar pijn, maar tegelijkertijd is het ook weer fout om te stelen.
Dat was mijn statement. Is de moraal in, hè? Ja. Ja. Jullie hebben een ethisch verantwoorde stagiair. Ja. Ja, en de mensen zich maar afvragen waarom wij geen stagiairs hebben. Nee, leuk gedaan. Hartstikke leuk. Hele dikke reet, zeg. Ja, maar hoe kan ze dat gevoeld hebben? Er zit echt een complete buffer van plastic zit er in die reet. Kijk dan, als je het van de zijkant ziet, dat is echt niet echt, hoor. Maar wat is dit voor concept dat een vrouw in een bikini staat en een man staat erbij? Zal ik je dat vertellen? Ja. Een heel succesvol concept. Ja. Maar goed, laten we even een applausje geven voor vrouwen die van zich afslaan. In bikini. Ja. Maar dit is toch ook niet meer aantrekkelijk? Zo'n dikke reet. Jawel hoor. Ik ben het eens met René, want waarom is dat niet aantrekkelijk? Hier kan je toch niks meer mee? Gast. Ik kan je 100 dingen vertellen die maar je mee kan moet doen. Je voorstellen, je zit in de bus, in de spits. Het is een zijkop naast je zitten. Maar dan zit je gewoon helemaal tegen het raam aan. Gaan zitten? Nou, dit is, weet je wat het is om met haar seks te hebben? Dat is het, want je kan net zo goed twee basketballen tegen elkaar aanleggen en hem daar proberen tussen te douwen. Het is net zoveel plastic en lucht. Dank je. Wij zijn Team Billy. Ja, ik ben het hier totaal niet mee eens. Dikke billen, 5 reten. Hele dikke billen, 6 reten. De dikke billen zijn inderdaad top. Ik ga 6,5 reten geven. Te dikke billen, 1 reet. De Edna is vannacht uitgebarst. Dit is een livestream vanaf de Edna. En hij skiet. En hij skiet daar. Ik hoop dat hij straks nog een keer uitbarst. Ik zeg mooie vrachtwagen. Wat is dit? Kruimels. Ja. Oh, no! Die was echt fan van die gast in Nice. Laat maar. Maar dat is een hele subcultuur aan het worden, hè? Vrouwen. Terroristen is een subcultuur, maar in dezelfde categorie qua. Serieus, meen je dat? Je wordt toch geen terrorist? Vrouwen die hele creatieve taarten maken. Ja, dat is dezelfde categorie. Maar laten we eerlijk zijn, we zitten naar een vrouw te kijken die een taart aan het aansnijden is. En dat is hartstikke leuk, maar eigenlijk ook gewoon helemaal niet. Nee. 1,5 reet. Vieze taart, 1 reet. Vieze taart, 1 reet. Ik vond de eerste beter. Oké. Okay. Ik heb hier niet echt lang over nagedacht. Oh man. Het is maar water. Dripping wet. Het topreguursel is van Colbijnson. En dat zijn heel erg veel statistieken. Waarvoor bedankt. Als mensen het doen omdat ze het leuk vinden om te doen, top. Als mensen het doen omdat ze denken dat ze dan naar Dumbrate 100 mogen komen, nee. Zo werkt het niet. Karel de Vijfde. Stomekoe schrijft, Jezus, er staan ook nog even 2 Gear 360's. Leuke sponsorklus gehad. Vandaag komt er misschien, of misschien morgen, maar het komt er echt aan, een 360 er graden komt een, Dumbrate. Een 360 graden behind the scene Dumbrate René naar, dat had ik vorige week ook allemaal gezegd. Het eerlijke verhaal is dat we vorige week eigenlijk gewoon een beetje verziekt hebben. En dat we het dus nu opnieuw moeten gaan opnemen. Maar vandaar de hele tijd die gear-camera's. Sorry. Het was niet de bedoeling. De Rijnsburger. 10 minuten online en al zo'n overvloed aan reguursel. Misschien voortaan alleen non-Zwitsers laten reageren bij Dumpertreten. Ik begin me namelijk steeds meer te ergeren aan die 13-jarige ventjes die alleen maar reageren om in de reaguurders rond te komen. Kijk, het hele idee is dat jullie met z'n allen die Zwitsers opleiden tot leuke, grappige reaguurders. Of psychisch kapot maken. Ja, als er geen redder meer aan is. Maar je moet toch niet mensen die... Je moet mensen steunen. Ik vind ook dat je het moet steunen. Ja. Laat ze lekker reageren. Maak ze kapot als je het kut vindt. Maar laat ze wel lekker reageren. Opleidingsinstituut. Ja. Chrononaut schrijft... Ik vind dat bedankje op het einde ook een beetje feel-good meuk. Ja, sorry hoor dat ik jullie bedank dat jullie nog kijken. Zal nog eens een keer sympathiek doen. Dus wij moeten zo meteen gewoon weglopen. Nee, we hebben de stagiaire nog. Oh ja. Die kan wel bedanken. Big Boot schrijft, de opname was van 1955 tot 21:39 New York tijd. Gereduceerd tot een uitzending van ongeveer 20 minuten. Ik ben toch benieuwd wat er gebeurt in de resterende 84 minuten. Echt hele slechte kutgrap. Ja, kun je nagaan. De grappen die je in de show ziet, die zijn soms al dat je denkt, nou jongens, dit is niet echt humor, hè. Nee. Dit is echt niet grappig. Dus het wordt dus nog slechtere shit buiten de edit omgezet. Ja, en niet een klein beetje, hè. Nee. Ik denk een uur. Gewoon een soort... constante kotstroom van slechte grappen. En jullie maar vragen waarom we geen Dumpertreten live doen. Vinnie-NL schrijft, René heeft zeker ook vorige week de chocomel bij de Jumbo gekocht. 3 pakken voor 3 euro. Ik wel, maar ik wist mezelf nog net te beheersen en slechts een half pak per avond achterover te tikken. Geen bruine vlekken voor mij deze keer. Maar ik vond het best wel eng, want ja, het klopt. Echt? Ja, het klopt. Straatsoldaat MWK schrijft, ik ben geen fan van de show, maar ik kijk wel altijd.
Dan zit je dus echt heel kut te kijken dan. Ja, die hebben we het met niet. Tegenzin. Ja, maar er zijn gewoon mensen die graag dingen kijken waar ze zich constant aan irriteren, ja, toch? Er is ook een reden waarom GTST populair is. Goed, hè? Dat is niet omdat iedereen super enthousiast van wordt. Nee, ja. Kijken jullie GTST? Ik wel, af en toe. Ik maar moest altijd GTST kijken van zijn vriendin. Eigenlijk ben jij al 2 jaar op zoek naar een bijrol in GTST. Ik wil best wel een keer... Zouden wij samen een keer figureren in GTST? Gaan we doen. RTL, kan dat? Maar, schrijft Mat17, wanneer komt Olga nou? Ja, Olga, wanneer kom je nou? Ja. Maar het eerlijke, oprechte antwoord dat we vorige week inderdaad niet gegeven hebben, is dat wij ook geen flauw idee hebben. Chavez schrijft, Dumpertreten wordt steeds langer. Mooi man. Ja, ik weet dat. Jij zit aan piemels te denken, hè? Ja. Ik dacht dat er een heel verhaal zou komen. Ik hoor net al die monologen die iedereen eronder zet. Maar dit is gewoon top, zo kort, toch? Ja. Het gaat erom, het maakt niet uit of die lang is of kort, als die maar gewoon goed is. Kijken jullie het zelf terug? Een dik. Beste Van Leeuwen en Quid, jullie begrijpen toch wel dat ik als autistisch reaguurder bijzonder slecht tegen dit soort grappen kan. Volgende keer graag op thuis tijd, anders ga ik huilen, schrijft Goodboy. Ja, maar die comment snap ik nooit, dat Dumpertreten te laat is of te vroeg. Ja. Hebben we ooit een keer gezegd dat hij altijd om x uur online staat? Nee. Er is een man die heet Gesmolten AIDS. Op zich best grappig. Ja. Yeah. Maar die heeft dan 6 of 7 comments achter elkaar. Hé, jullie hebben jeukende laagstreep wenkbrauw geband. Vind ik echt niet kunnen. Maar dan wel even unbannen, unblock hem in F. Even in Dumpertreten 93. Hij was net Zwitser. En dan geef ik jullie 5 reten. Ik ben ook... Ja, goed. Dat was Gesmolten AIDS. Emmertje 1 schrijft, shout-out naar Roy, goede actie, Quid. Dit was ook, dames en heren, volledig de actie van Quid. Ja. Ja, we kunnen wel een botte lulje zijn elke week, maar het is ook wel eens gewoon fijn om een leven te redden af en toe. Ja, precies. Niet dat ik dat gedaan heb trouwens. Nee, maar ik ben helemaal geen... Chapeau! Ik ben helemaal geen arts. De arts is degene die echt zijn leven gaat redden. Nee, vorige week had Johnny een shirt aan voor Roy. Oh, dat heb ik wel gezien. Ja. Oh, ja, met een shirt. Met zeer ernstige vorm van ongesteldheid. Ja, Die stond vorige week op 80k en nu staat hij op 142.000. Hij moet naar 160, nog 18.000. Ik zeg, jongens, als iedereen die kijkt even een kwartje geeft aan Roy, dan is hij er. Is dat echt? Oh. Ik dacht van het valt wel mee. Toen trok ik dat ding ook. Nee. Holy shit. Mag ik hem nog één keer zien? Nee. Waarom vraag je dit? Nee, ik wil dit niet zien. Ik heb niet meer zo'n groot gapend gat gezien sinds dat filmpje met Patricia Pai. Hoe gebeurt dat? Is hij klaar? Nog een keer. Ja. Die gast had het zoveel beter kunnen doen als hij 2 oogjes erboven had getekend. En dan was gaan karaoke zingen met zijn gat. Nee, blijf nou gewoon kijken. Ik vind het echt... De droogheid van deze baas, 7 reten. Ik vind wel dat hij een hele goede baard heeft. Dus 4 reten voor de baard. Natuurlijk, het doet wel pijn. Maar je hebt daarna wel een epische plek om je telefoon te bewaren. 3 reten. Oh, vader van het jaar. Daddy, down with the track. Hou je bek. Ook gewoon het eerste ritje dat je zo van 3 gebruikt als proefdummy. Weet je wie er ook een achtbaan in zijn achtertuin bouwde? Michael Jackson. Precies. Weet je wat die met kleine kinderen deed? Dit wordt wel een kind dat later andere kinderen gaat pesten. Ja, sowieso. Hoezo? Omdat hij een achtbaan in zijn tuin heeft. En hij gaat selectief kinderen kiezen die mogen komen en anderen niet. Die vader doet dat alleen voor zichzelf, want hij zet ook gewoon een GoPro'tje op dat karretje. Ja. Hij doet alleen maar zodat hij aan zijn vrienden kan laten zien, kijk, ik heb een achtbaan gebouwd voor mijn kinderen. Ja, hij legt wel de lat voor vaders echt hoog. Ja. Oh, wat heb je gedaan? Oh, je bent met je kinderen een kind binnenspeeltuin geweest. Vet. Ja, kijk, ik heb een eigen achtbaan gebouwd in mijn tuin. Ik denk dat dit een leider in de dop wordt van een hele enge grote partij. En doordat hij een achtbaan in zijn tuin heeft, is hij al vanaf jongs af aan gewend om andere kinderen uit te sluiten. Ja, echt. Het is een racist. Het wordt een racist. Ja. Blijf weten. Ja. Ik wou dat ik zo'n goede vader kon zijn. 3 reten. Even serieus, ik zie die bergen niet meer op de achtergrond. Oh ja. De Etna is echt daadwerkelijk aan het uitbreken. Is er nog een skier? Ja, daar. Iets te dikke reet, plus. Ja, we hebben al zoveel reten gehad. Jezus, hé. Er is echt meer in de wereld dan alleen dikke billen, jongen. Het wordt wel echt een goedkope... Dikke billen! Wacht even. Maar vinden jullie dit ook weer te dikke billen waar je niks mee kan? Zeker, dat zie je. Je kan er niet overheen. Wat staat er ook op haar shirt? This girl
loves to nap. Oh. Nou, ik ook. Nou, dat getuigt ook niet echt van ambitie. Het is weer VVS. We hebben sowieso veel VVS. Dus nu voor alle VVS die we gemist hebben in deze uitzending. VVS. Min 1 reet. Dikke reten zijn top. Top shirt aan. Iedereen houdt van slapen. Kinderspeelparadijs zijn perfect. 5 reten. Ik snap het filmpje niet. 2 reten. Wij geven weg. 3 Zenfones 3. Ja. Als ik het goed zeg. Asus Zenfone 3. Asus Zenfone 3. Omdat we reclame mogen maken voor Asus en wij vinden het prima om reclame te maken. Als jullie er ook maar wat aan hebben. Ergens vandaag gaat Joris van Lochhausen 3 codes verstoppen op Dumpert.nl. Misschien in comments, misschien in beschrijvingen van oude filmpjes, misschien... Who knows? 3 codes. Als je hem tegenkomt, weet je zeker, oh ja, dit is zo'n code voor zo'n Zenfone. En dan moeten ze die code opsturen? Ja, er staat een e-mailadres bij. Oké, en dan in die code zit een e-mailadres. Stuur daar even op die code dat je hem gevonden hebt. En dan krijg jij een fucking Zenfone. Ja. En dan natuurlijk even voor alle duidelijkheid. De eerste die code stuurt, de codes zijn uniek. Dus die 3 unieke codes, elke keer de eerste die hem stuurt, die krijgt natuurlijk de telefoon. Ja. Zal ik nog even een paar dingen opnoemen om de Asus mensen blij te maken? Ja, ja, zeker. Incredible photography. Geslepen metalen frame. Krasbestendig glas. 16 megapixels. 4K resolutie. 32 gigabyte opslaggeheugen. Minimaal. Nieuwste energiezuinige technologie. Kut. 2 simkaarten. 2 simkaarten. Take simkaart is ook nou, handig. Ik denk dat ik je niet helemaal versta. Kut Apple. Awesome. Oh, scheiße. Zie je wel dat christenen ook terroristen hebben? Maar is dit een gekkie of is het... Nee, deze man is volledig helder. Ja. Die gaat naar zijn werk. Ja. Kijk, wij accepteren het kruis als christelijk symbool. Maar dat is gewoon een gruwelijk martelwerktuig wat hij daar vast heeft. Absoluut. Dus zou een beetje hetzelfde zijn als iemand gewoon met een elektrische stoel zo'n roltrap op. Dat is toch een gruber. Ja. Dat je verkleed als jood naar het carnaval gaat met een blikje Zyklon B in je handen. Ja. Dat is gewoon raar. Nu is het Jezus, hè? Ja. Die je hier het plafond als het, kapot maakt. Als het Mohammed was met een bomgordel. Dan, ja, ik bedoel maar. Terrorist. Ja, en Jezus dan? Ja, het is gewoon leuk en zijn kruis komt in het dak. Oh. 4 reten. Ik vind hem een beetje moi. 1 reet. Ik zeg, gleis ein, rijt 2. 2 reten. Oh. Grapjes over religie vind ik niet kunnen. 4 reten. Omdat iemand zat te zeuren over ons feelgood einde, presenteren wij u... Jury! Hoi! Nou, ik wil jullie natuurlijk heel erg bedanken voor het kijken en dat jullie me helemaal hebben uitgekeken. En hierbij heel erg bedankt van iedereen. Yay! Hey, heel goed! Hey! Hey, Jure! Hey, laat je likken! Dumpert Reten wordt mede mogelijk gemaakt door de Asus Zenfone 3. Awesome!